Mijn naam is Lot. Ik ben de oprichtster van de Hartelijk van Marie Claire. En vandaag ga ik jullie mijn favoriete plekken in het centrum laten zien. Die vooral ook dicht bij mijzelf liggen, maar ook wel een beetje bij de Marie Claire'tjes. We zijn nu op Waterlooplein en dat is misschien een basic hotspotje. Maar de reden waarom ik hier heel vaak kom, is en voor de ringen en ook voor de kleding. Zoals dit dus. Hier heb ik toevallig afgelopen weekend nog deze gekocht. Weet je, er werken hier ook alleen maar aardige mensen. Dus als je vragen hebt, dan reageren ze heel lief. Ik heb hem aan, hè? Wat leuk. Ja, mooie dingen, toch? Ja. Mooi, toch? Kijk, dit soort dingen gewoon, hè. Gewoon echt. Dan zie je iemand op straat lopen, oh, je dikke jack aan, maar waar ga ik die zelf vinden? Nou ja, hier dus. Even kijken wat ringen te vinden, hoop ik. Oh, hier. Kijk, dit is dus echt top voor mij. Gewoon altijd als ik hier ben, dan ga ik altijd eerst naar de ringen. Het is echt een mix tussen het toeristische aanbod en gewoon echt vette kleding. Dat is inderdaad wel grappig. Maar weet je, dat is oké. Het is niet per se altijd lijpdruk. Hier heb je gewoon genoeg ruimte om te lopen. Je loopt de kar niet in de weg. Tip voor de Marie Claire'tjes, ga naar de markt en bespaar jezelf wat cent. Die je dan weer uit kan geven aan Esma. Je zou hier met je oma kunnen komen. Maar je kan ook even als Marie Claire'tjes onder elkaar. Even in plaats van een lunchje bij het paardje. Gewoon hier rondlopen en ja, dan vind je echt wel wat. Helemaal HP. Marie Claire is een type waarin de gemiddelde randstedelijke student zich in kan herkennen. Je zuipt af en toe. Je zit lekker meerdere malen per week op het terras en je leeft maximaal. Ik ben denk ik een mix tussen een Marie Claire en een wat stoerder persoon. Maar ja, als je daar dagelijks fulltime mee bezig bent, dan ga je natuurlijk wel het overnemen. Dus als je de hele tijd met afkortingen bezig bent, dan ga je zelf ook afkortingen gebruiken. En op het begin is dat confronterend, maar ja. Soms dan denken mensen dat mijn account is om echt ja, Marie Claire's belachelijk te maken, maar dat is niet zo. Het is gewoon puur herkenbaarheid. Ik hou ze gewoon een spiegeltje voor om ze te laten lachen, maar het is niet iets negatiefs. En je moet het gewoon embracen. We zijn nu dus bij Mr. Blue I Love You. De lekkerste falafel wraps met avocado en hummus. Dat is degene die ik altijd neem. En een beetje spicy, maar niet te. Even laten zien hoe dit eruit ziet. Heerlijk, ik weet het. Geen poespas, geen droge zooi. Ja, als je hier niet naartoe gaat, dan begrijp ik jou niet. Dit is gewoon echt heel lekker. De eigenaar, die ook hier achter de toonbank staat, die is dus een ex-Michelin-chef. Nou ja, nu doet hij dit, dus het is niet toevallig dat het zo fucking lekker is. IJskoffietje natuurlijk ook, hè, met havermelk. De bloedgroep eigenlijk van de Marie Claire, zo zou ik het omschrijven. Ja, bloedgroep O. Oatly, ja. Ik vind het dus wel heel druk. Druk, dan heb ik het niet over de toeristen, maar dan heb ik het over dat ik af en toe gewoon ook even een avondje met mezelf chill. En niet dat ik zeg maar elke dag afspraken heb, want dan word je helemaal gek. Dus wat doe ik dan om niet gek in mijn hoofd te worden? Nou, dan ga ik dus even naar de winkel die ik jullie nu ga laten zien op de Rozengracht bij Fabula Rosa. Een winkeltje waar je alles kan kopen wat betreft spiritualiteit. Dus ik ga jullie wel even binnen laten zien. Allereerst een van mijn favoriete producten, Palo Santo. Ja, ze noemen het het heilige hout. En dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar ja, zo ben ik wel een beetje. Dus dat is ook een beetje een kant die ik niet heel veel van mezelf behandel in mijn werk. Want dat staat heel ver van de Marie Claire's af, zeg maar. Deze die ga ik sowieso meenemen. Dat vind ik gewoon heel interessant. Mocht je van wierook houden, dit merk, Sali, dat is heel top. En dan gaan we even naar de boeken. Allemaal mooie kristallen ook. Daar. Dus hier gaan ze alle sterrenbeelden af en leggen ze dat helemaal tot in detail gewoon uit. En dat vind ik wel interessant. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die er niks van moeten hebben. Dus ik ben ook totaal niet iemand die het erin wil indrukken, zeg maar, in mensen hun gezicht. Maar weet je, laat mij lekker mijn gang gaan en dan doe ik hetzelfde bij jou. En mocht je er vragen over hebben, kan je mij altijd DM'en, want ik vind het altijd leuk om hier
gesprek over te voeren met mensen. En vooral ook om erachter te komen of mijn doelgroep misschien wel meer spiritueel is dan ik zelf denk. Ik heb geen idee. Ik ben benieuwd. Nou ja, Marie Claire's hebben eerder een Van Moof eigenlijk, maar ik vond dit wat beter bij me passen, omdat het gewoon wat stoerder oogt, zeg maar. Maar ik fiets nu niet meer normaal. Ik ben er niet te goed voor, maar het is wel even wennen, zeg maar. We zijn bij de wijnwinkel. Dat ben ik, hè. Daarom zijn we hier vandaag. Natuurwijn stroomt door mijn aderen. Dus ik merk, als ik normale wijn drink en de dag daarna een zieke kater heb, het verschil. Als ik op het terras zit en alleen maar natuurwijn zit weg te tanken. Ja, de dag daarna, ik voel bijna niks. Ik sta met een glimlach op. Ik had laatst al een sommelier in mijn DM die dus zei dat het niet waar was. Maar weet je, ik zie natuurwijn gewoon als een investering in jezelf. Ik had dus afgesproken met mezelf dat ik een maand niet zou drinken. Maar nu ik hier weer zo sta, denk ik, ja, misschien ga ik vanavond toch alweer maar aan wagen. Welke dag is het? Woensdag. Maar als ik al deze wijnen zo zie, dan zou ik je niet per se kunnen vertellen. Ik ben geen lijpe kenner of zo. Heb je misschien een wijn van ongeveer 15 tot 25 euro? Ja. Deze allebei. Die allebei? Ja. Ja. Dank je. Ja, daar ga je dan. Merci. Heel erg bedankt. Dank je wel, hè. Doei, doei. Kijk, het is dus wel wat duurder, maar je hebt wel echt, je krijgt er wat voor terug. Je hele dag. Hoeveel is dat waard? Nou, tel uit je winst.